Een DNA-delegatie onder leiding van voorzitter Jennifer vergeeling Simons heeft op 11 en 12 april de derde bijeenkomst van het Parla-Amerikas Open Parlement Netwerk in Peru bijgewoond. De bijeenkomst had als thema Open States for Democratic Governance Against Corruption. VHP-parlementariër Jyotis Jagannath en NDP-parlementariër Amsat Abdul maakten ook deel uit van de delegatie. Als het aankomt op transparantie en communicatie met het volk, scoort het parlement van Suriname heel hoog, zegt Abdul. Ik kan u meegeven dat we daar hebben gesproken over. Uh, het, pro, uh, uh, eigenlijk is het een nieuw begrip, open parlement. Hoe transparant is een parlement? Uh, hoe zit de communicatie tussen het parlement met het volk? En uh, ik kan u meegeven dat we het Echt niet onderdoen dan ontwikkelde landen als zelfs Canada. Suriname is het enige land met een app waarop burgers kunnen abonneren om werkzaamheden, wetgeven, noem maar op, van het parlement te volgen. Suriname is een van de weinige landen die kinderen betrekt in dat werk van het parlement om ze bewust te maken wat het werk is van het parlement. Suriname heeft een website, maar wat nu nieuw is, is dat elk ontwerpwet op de website wordt gepubliceerd en alle stukken documenten die eigenlijk het volgen van de, be uh, van de behandeling, van de plenaire behandeling, van zo'n ontwerp makkelijker ma uh, maken. Dat al die zaken gedeeld worden met, uh, met het publiek. En dat is, dat is heel uniek. Parlementariër Amzat Abdul, een van de delegatieleden die de derde bijeenkomst van het Parlamerikas Open Parlement netwerk in Peru heeft bijgewoond.